De Uithoornlijn, een gezamenlijk project van de vervoerregio Amsterdam, de gemeente Uithoorn, de gemeente Amstelveen en de provincie Noord-Holland, nadert zijn voltooiing. Met de recente aanvang van testritten op het nieuwe tracé staat de lancering van de Uithoornlijn gepland voor de zomer van 2024. Dit vormt een belangrijke stap in het samenvoegen van de Uithoornlijn en Amstelveenlijn tot de Amsteltram. We krijgen een hele mooie, robuuste verbinding met Amsterdam WTC. Je kunt straks in 35 minuten van Uithoorn in Amsterdam zijn en daar zowel op de internationale trein stappen, op de gewone trein of op de trams verder de stad in. En het mooie van zo'n trambaan is, hij ligt er voor 60 jaar. Hij wordt in de tussentijd niet wegbezuinigd, want hij ligt er gewoon. En dat biedt ons ook zekerheid voor de toekomst. Het project verloopt voorspoedig. We zijn eigenlijk in januari 2022 echt gestart met de uitvoeringen buiten. Nou, als je kijkt hoe het er nu bij ligt, is de infrastructuur grotendeels gereed. En zijn we nu echt bezig met de testfase. We hebben nu een aantal weken al testritten gereden. We hebben wel een aantal dingen die nog niet goed zijn, maar doorgaans werken eigenlijk alle systemen wel goed. Hè. Dus we hebben bijvoorbeeld slagboomsystemen bij overwegen, dat werkt goed. Allerlei wissels in het spoor, dat werkt goed. Stoplichten, die werken goed. Soms hebben we nog wat dingen. Dus met name dat bijvoorbeeld bij stoplichten, dat die dan net iets te vroeg of iets te laat op rood of op groen springt. Dus dat moeten we nog even... echt fine-tunen moeten we dat nog. Er komen drie haltes. Deze halte waar we nu staan is Uithoorn Centrum. We hebben Uithoorn Busstation en Uithoorn aan de Zoom. Dat ligt in de woonwijk, vlakbij de scholen. En dit is het eindpunt, vlakbij het dorpscentrum. En we hebben hier ook heel veel aandacht besteed aan heel veel fietsparkeerplekken. En ook uitbreiding van autoparkeerplekken, zodat iedereen straks ook hier niet vastloopt in het lokale verkeer. En dat hebben we op andere plekken bij de Zoom ook, zodat we zorgen dat mensen op een goede manier bij de tram kunnen komen. Vanaf februari neemt de toekomstig beheerder het over, die ook een maand haar testen gaat doen. En daarna neemt de exploitant, GVB, het over, die 4 maanden nodig heeft om alle bestuurders, hè, er moeten wel 300 trambestuurders worden opgeleid, om die op dit traject helemaal op te leiden en mee te nemen. Dus we doen dat gewoon zorgvuldig. En leerervaringen van eerdere projecten zijn ook wel dat je hier beter de tijd voor kan nemen. En dat daarmee voorkom je ook kinderziektes straks als je echt in dienst gaat. Thank you.